Amersfoort. Een hele aflevering turnen! Best hoog en eng en moeilijk. Maar zo'n hele aflevering turnen kan ik natuurlijk niet alleen. Ik heb vandaag twee fantastische toppers die me gaan bijstaan. Het zijn niemand minder dan Frank Rijken en Bram Lawaaien, jongens! Oké, dit zag er al super vet uit. Hebben jullie er zin in? Jazeker. Oh, ik ook. Laten we beginnen. Frank Rijken is een enorm turntalent. Hij deed namens het Nederlands team al mee aan EK's, WK's en de Olympische Spelen. En hij is pas 23. Ongelooflijk. Bram Lawaaien behoort ook tot de beste turners van Nederland. Hij mist het WK door een blessure. Maar hij gaat nu vol voor de Olympische Spelen in Tokio. Let's go, Bram! Wat is jouw favoriete turnonderdeel? Dat is de rekstok. Hetzelfde als wat Epke doet. Oh, dat is echt heel cool. En die van jou? Bij mij is brug met gelijke leggers. Oké, en wat denk je dat mijn favoriete onderdeel is? Paard. Je paard! Oké, we gaan beginnen met iets anders, namelijk het onderdeel vloer. En Dana en Xania willen daar heel graag iets over leren. Zullen we daar ze toe? Zeker, zeker. Let's go. Hi. High five. Hoe heet jij? Dana. En jij? Dana. Oh, paneer. Ja, een goede high five. Kijk eens wie ik heb meegenomen. Yeah. Wat vinden jullie daarvan? Cool. Heel cool. En jullie willen iets leren. De backflip. Allebei de backflip? Ja. Oké, de backflip. Ah, tilstand! Oh, oh my god! Weet je hoe ver het is? Stel, je staat in de supermarkt. En je wilt gewoon een vordering in de rij. En je gaat gewoon even achterstevoren. Iedereen kijkt de andere kant op en je kan vooraan. Nou, de eerste stap die we gaan doen. Jij komt recht voor mij staan. Ja. Je maakt een streksprong omhoog. Mm-hmm. En als je op het hoogste punt bent, dan pak je je knieën vast. En nog meer naar achter springen. Doe gelijk nog een keer. 3, 2, 1. Ja. Oh, wow. Ja, die was beter. Dat is goed. Nog meer naar achter springen. Je moet echt vol lef die salto inzetten, want anders heb je te weinig draaiing en dan land je op je hoofd. Dus als je 1 seconde twijfelt, dan land je al verkeerd. Ja, wat we nu gaan doen, we gaan nu het laatste gedeelte van de salto oefenen. En dat is de echte draai. En dat gaan we hier op dit blok doen. En dan gaan we gewoon naar achter rollen en dan gaan we eigenlijk de salto maken tot het matje. Ja. Ik kan dat niet. Je kan nog iets meer naar achter gaan zien. En vol zelfvertrouwen naar achter. Ja, door. Ja, heel goed. Je kan ook tijdens het rollen even je scheenbenen vastpakken. Ja, nu bleef het goed, Geur. Dat was beter. Hop. Oh nee! Je moet echt vertrouwen hebben. Ik wil altijd op je voeten terecht. Ook al ben je bang, je mag je knieën niet loslaten. Ja. Niet loslaten. Ja! Ik dacht, het gaat maar mee, maar voelt ook echt. We gaan voor de echte backflip. Wow! Kom, geef die maar even aan mij. Oké, we gaan voor de echte backflip. Laat springen. Hup. Ja! IJsje! Lekker. Hoe voelde dat? Heel goed, Zinnik. Hoppa, IJsje! Wow. Oké, meiden, super goed gedaan. Nou, nog een. Wat zijn dingen die ze thuis allemaal kunnen oefenen? Nou, de oefeningen die we met de mat hebben gedaan, kun je gewoon lekker op je bed oefenen. Je legt er extra matras op, ga je ervoor staan, kun je omhoog erop springen, kun je er ook eens afrollen. Meiden, jullie kunnen lekker verder trainen thuis met al deze tips. En jongens, voor ons is het tijd voor een spelletje. Gaan jullie mee? Ja. Doei, meiden! Doei. Ik heb gehoord dat jullie heel erg van voetbal houden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Van welke club ben jij? Ik ben van Club Brugge uit België. Echt waar? Ik ben geboren in België. Oh, oké, Club Brugge. En jij? Een beetje Feyenoord en een beetje Willem II. Maar ik ben dan benieuwd, wie van jullie is de beste voetballer? Ik geef jullie allebei een bal. En nog heel even belangrijk, het is belangrijk dat je wint. Want de verliezer krijgt een pittige doelopdracht. Oh nee. Opdracht 1 is, wie houdt als langst een bal hoog? Go! Oké, jij krijgt de eerste opdracht. Doe alsof de schuimbak het water is en maak je mooiste bommetje. Oké. Nee, niet al. Is goed, is leuk. Oh. Even hoogte maken. Oké, denk aan het zwembad. Bommetje. Los! Het volgende spel, heel simpel. Wie het eerste scoort, wint. 3, 2, 1, go! Ah, no. Wow! Oké, wie krijgt het doelpuntje? Zat je vroeger ook op voetbal? Jongens, ik geef jullie nog 10 seconden, anders moeten jullie allebei een opdracht doen. Wow. Oké, jongens. Voordat we hier nog 3 uur staan, krijgen jullie allebei een opdracht. Maak een selfie terwijl je een salto of een backflip maakt. Is dat te doen? Ik denk het wel. Wow. Oh, dit is wel echt heel vet.
zo cool. Dit zijn nog eens selfies. Hij is te gek. Hij is echt te gek. Ja. De volgende opdracht is simpel. Wie de meeste oranje bekers om weet te schoppen, wint. Oh, ik wist dat je dat ging doen. Er zijn er nog 2, 4, 6, 8 over. Je gaat vol naastrappen. Ja, ik ga vol naastrappen. Ik zal niet te hard gaan, maar gewoon meer mikken deze. Ja! Ja. Oké, de winnaar is overduidelijk. Oh, ja. Ik was daar ook mee. Daarom... Het werd ook zo'n stukje. Een opdracht voor jou is, je moet je 5 keer opdrukken, maar dat is niet zo moeilijk. Dat maar ligt. Dan moet ik op jouw rug zitten. Dus oké. Okay. Enorm. Oké, 2. Ja. Ja, 3. Kom op, Frank, kom op. Je hebt er al 3. 4. Vijf, nog eentje. Kom op. Oké, goed gedaan, goed gedaan. High five. Lekker. Okay. Jongens, laatste opdracht is eigenlijk een beetje als golven of scheudeboelen. Wie komt er met de voetbal het dichtst bij de pion? En deze opdracht wil je echt niet gaan doen. Dus heel veel succes. Oh, wauw. Oh. Als die man was gescoord. Oh, hij is echt dichtbij. Hij was bijna op. Oké, Bram gaat dit nog maar eens overtreffen. Komt goed. Frank is echt heel dichtbij. Kusje op de bal, echte voetballer. Wat? Oh, nee! Ja! Oké, de winnaar is overduidelijk. Nee! Jij bent fan van de voetbalclub Brugge. Zing hun clublied terwijl je een oefening op het paard doet. Oké, speel jouw gitaar. Blauw en zwart forever. Blauw en zwart moet zijn. Het zijn de kleuren van de club. Wat dan mijn supporter van zin. Hey, hey. Nice. Genial. Zullen we doorgaan in het turnen? Want hier is inmiddels Bjorn aangekomen. Eerlijk. En ja. Bjorn wil top turner worden en heeft een aantal vragen. Oké, let's go. Ja. Hoi, high five. Ik ben Brit. En hier zijn... Bjorn, dit is Frank. Hoppa. Hoe lang turn je al? 3,5 jaar. En heb je al prijzen gewonnen? Ja. En ik heb op het NK gestaan. Het NK? En ik was 12e en op de ringen finale werd ik 2e. Wow! Maar eigenlijk ben je dus al supergoed. Maar je hebt nog wel een aantal vragen. Een waslijst. Hoe bereid je je voor een wedstrijd? Wat ik meestal doe voor een wedstrijd, ik ga in mijn eigen zone zitten. Ik doe mijn oortjes in of mijn koptelefoon op en ik luister... Mijn speciale Spotify-lijst die ik gemaakt heb. Ja. Welke muziek dan? Nou, ik ben een heel grote fan van André Hazes. En welke muziek hou jij van? Ook van Nederlandstalig. Oh, oké. Dan ga je dat even volgende keer goed proberen. En wat wil je nog meer weten? Zaten er vroeger kinderen in je klas ook op turnen? Nee, ik denk het niet. Ik ben ook de enige in de klas die op turnen zit. Oh, serieus? De andere jongens zitten allemaal op voetbal. Wat doe je om je armen sterk te krijgen? Ik doe opdrukken met Brit. Ja. En heel veel optrekken. En eigenlijk vooral kracht met mijn eigen lichaamsgewicht. En dan doe je dat gewoon een paar keer. Oefeningen. Ja. Ik kan het moeilijk maken. Wow. Kan je ook zo springen? Dus jij zegt, ik ga eigenlijk een steeds stapje meer. Ja. Doe je handen aan de andere kant. Ja. Ja. Zo. Hoppa, easy. Hoppa, makkelijk. Ja. Doet hij even. Wow. Het is al nummer 10, hè? Je bent al zo sterk. Hoe hou je je lenig? Elke dag dat je traint, moet je beginnen met stretchen en eindigen met echte lenigheidsoefeningen. Nou, zo begin je. Kijk, dit is een goede opwarmoefening. Ja. Oh, wauw. Kun jij deze ook? Bijna. Nou, ga je meedoen? Hoe zorgen we nou voor dat hij het laatste stukje ook kan? Nou, wat je kunt doen is eerst en wel zonder handen. En probeer je rechterhand hierop te zetten. En je linkerhand op je achterbeen probeer te zetten. En zo probeer je te blijven zitten. Dan stretch je in ieder geval wat meer. Ja, je moet elke dag onderhouden. Want... Als je dit elke dag doet, kom je steeds een stukje verder. En dan op termijn, dan zit je. Ja. Oké, hier, ik geef je boekje. Ik heb nog één goede vraag. Mag ik een handtekening van jullie op mijn tas? Zeker weten. Tuurlijk, of ik denk dat je die twee bedoelt. Bjorn, is je wens in vervulling gegaan? Ja, zeker. Veel succes, jongen. Hey, ja. Goed trainen, hè? Ja. We komen echt kijken bij je. Ja, ja, ja. Doei! Doei! Doei. Jongens, dat jullie goed zijn op de vloer, dat weten we allemaal. Maar we gaan er nu een wedstrijdje van maken. Ik heb een aantal opdrachten en het is heel simpel. Wie is er als eerst aan de overkant en wint de meeste onderdelen? Ik heb een hele vette prijs. Als je dit onderdeel namelijk wint, mag je de quizvraag doen. Oké, de eerste opdracht is... Wie is het snelst aan de overkant met koprollen? 3, 2, 1.
1, start! Oh. Ja! Bram is winnaar van onderdeel nummer 1. Ja? Ja. Nee, net, het was super close. Oké, het scheelde echt 5 centimeter, maar de voet van Bram kwam net iets eerder over de finishlijn. Foto finish. Spel nummer 2. Op je handen lopen naar de overkant. Een goede spanning. Ben je klaar voor? Kom maar op. 3, 2, 1, start! Wow! Bram! Hou eens op, kijk! Hoe ga ik dit even winnen? Wow! Hoe dan? Ja, oké, dat zeggen we. 2-0 voor Bram. Nu wordt het spannend voor jou, Frank. De derde opdracht is naar de overkant door middel van de ratslag. Als je deze verliest. Ja. Als je deze verliest. Is het game over, jongen. Is het geen Sepsport quizvraag? Dat wil ik wel, natuurlijk. Ik ga gelijk invliegen, joh. Oké, kom op, hè. Nu wordt het belangrijk. 3, 2, 1. Ratslag maar. Wow. Ja! Nee? Ja, ja, hij wil weer. Hij won weer. Ja! Oké. Hij is wel de snelste. Glansrijk. Ik moet nog één ding wel echt vragen. Ook al heb je zeker gewonnen en is de quizvraag al binnengesleept. Als laatste zouden jullie als rups naar de overkant gaan. Ik kan het niet. Nee? Nee. Oh, geniaal! Had je hem gewonnen, deze laatste? Nee, nee, hij is ook snel, hè? Hij is ook snel! Yeah. Oh, je moet naar carnaval gaan en dan als rups verkleed. Tijd voor de quizvraag. De quizvraag wordt deze week gesteld door niemand minder dan Bram Lawaaije. En de vraag van deze week is... Hoe heet deze beweging? Denk je het goede antwoord te weten? Ga even naar onderstaand adres. Vul daar het antwoord in. En wie weet wordt jij wel de winnaar van deze fantastische Sepsporttas. Succes! Hoi! Hi. Jij moet Jeremy zijn. Welkom. Jeremy. Hey, hoe is het? Hey. Kijk, hiernaast 2 fantastische turntoppers. En jij wilt iets leren. Ja. Wat wil jij vandaag leren? Salto met hele draai. Wow. Salto met hele draai. Kunnen jullie het even voordoen? Oh, wow! Oké, nu jij, Bram. Niet normaal. Jeremy, wat gaat er bij jou dan mis? Kunnen we het bij jou even zien? Ja. Ik ga het even in slow motion filmen. En dan gaan we de beelden analyseren en dan gaan we kijken wat er moet veranderen. Hij draait toch terug. Ja, hij draait terug, hè? Ja. Je maakt eigenlijk een zijwaartse salto nu, hè? Maar je draait wel op de goede kant op terug. Oké, en wat doet hij dan nu? Hij maakt nog niet de goede draai. Nou, normaal bij een schroefsalto, dan moet je een volledige draai maken. Ja, duidelijk. En hij maakt een halve draai en dan draait hij de andere kant weer terug. Oh, oké, dus we schroeven niet lekker door. Ja. Oké, wat is stap 1 wat we hieraan kunnen doen? We beginnen iets makkelijker met gewoon een hurksalto, met een halve draai en dan landen. Dus dit was een halve schroef minder. Hey! Wauw! Vet! Die was echt mooi. Ja, strek deze armen, hou je achter, waardoor je lichaam open gaat. Deze arm moet je zo onder je oksel door. En dan mooi hier samen. En dan maak ik zo de hele draai. Die wil je eigenlijk gewoon zo eronder door schuiven. Ja. Ja. Jeremy, ga je dus nu meteen beginnen met de hele schroef? Oh, het zou vet zijn als het lukt. Oké, kom op, hè. Volgens mij draait hij nu wel door. Hij draait nu wel door, ja. Jij doet onder die oksel! Ja. Hè? Hoppa, 1 strek heel vroeg uit. Maar hebben we dus nu al een hele schroef? Dit is een hele schroef. Ja. We hebben een hele schroef. Het draaiprobleem is opgelost. Hebben jullie nog punten gezien wat nog beter kan? Hij moet op zijn voeten landen. Even nog een seconde. Wou nu echt gaan opletten? Ja. Dus als je inspringt, om mooi rond te maken, mooi gespannen te blijven, buikspieren opspannen. Want als je zo gaat inspringen en heel vroeg gaat draaien, dan ga je helemaal open en ga je benen alle kanten op. Dan heb je heel weinig controle. Ja? Kom op, jongen. Dit wordt hem. Kom aan. Kom aan. Hop, landen. Ja! Ja! Eitje. Lekker, jongen. Hey. Niet normaal. Hoe vet was dit? Vet. Is je wens vervulling gaan? Ja. Jongens, echt heel erg bedankt voor vandaag. Heel vet. En wil je nou ook wat leren? Stuur ons dan even een berichtje. Kan via Instagram, mail, als het maar naar Sepsport is. En zoals je ziet,
Je kan echt alles leren en we kunnen misschien jouw wens ook al vervullen. Nogmaals, echt heel erg bedankt. En jullie, tot volgende week. Doei doei!